Kolonialisme en slavernij. Een zwarte bladzijde uit de Europese en ja, vooral ook de Nederlandse geschiedenis, maar zeker geen onbelangrijke bladzijde. In paragraaf 7.4 wordt er gekeken naar ja, wat die slavernij eigenlijk inhield en waarom die afgeschaft werd. En dan hebben we dus vooral over de slavenhandel die plaatsvond tussen West-Afrika en Amerika in de periode vanaf ongeveer 1500 tot laten we zeggen 1863, het jaar waarin in Nederland de slavernij officieel afgeschaft werd. Nederland was niet het eerste land waar dat gebeurde. Am I not a man and a brother? Ben ik geen mens? Ben ik geen broeder? Lijkt deze slaaf te vragen. En dit is een penning die in 1787 door de abolitionisten werd uitgegeven. En de abolitionisten was een beweging die in Engeland opkwam. En to abolish is Engels voor afschaffen. En de abolitionisten die streden dan ook voor de afschaffing van de slavernij. En het is niet zo heel raar dat zij in het jaar 1787 met hun strijd begonnen. Want die 18e eeuw, dat was ook vooral de eeuw van de verlichting. Die beweging waar we het in paragraaf 7.1 over gehad hebben. Vrijheid voor ieder mens, gelijkheid voor ieder mens. Dat waren ideeën, dat waren waarden die bij de verlichting pasten. En de abolitionisten die vroegen zich af, hey, gelden die waarden? Die vrijheid en die gelijkheid, die broederschap, gelden die alleen voor ons blanke Europeanen? Moet die dan niet net zo goed gelden voor die zwarte slaven? Zijn dat geen mensen? En de abolitionisten die gingen onder invloed van die verlichting de strijden voor afschaffing van de slavernij. En hoera voor hen, uiteindelijk hadden ze succes, want in 1863 werd in hun land, sorry, 1833 werd in hun land de slavernij afgeschaft. Maar Engeland was daarmee niet het eerste land waar dat gebeurde. Denemarken was er 30 jaar eerder al voor gegaan. Engeland volgde dus later, Frankrijk, Nederland zoals gezegd in 1863 en daarna nog een aantal landen. En je ziet dat er best wel een flinke tijd tussen zit. Zeker als je je weer bedenkt dat die slavenhandel al zo rond 1500 op gang gekomen was. Dat betekent dus dat er een periode is geweest van een dikke 350 jaar waarin er in totaal schat men zo tussen de 10 en de 11 miljoen slaven vanuit Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika werden gebracht. 10 à 11 miljoen mensen die onderdeel waren van de transatlantische slavenhandel. De handel over de Atlantische Oceaan heen, dat wordt bedoeld met transatlantisch. En die transatlantische slavenhandel, die maakte onderdeel uit van de zogenaamde driehoekshandel. Er ontstond een driehoek tussen Europa, Afrika en Amerika. Vanuit Europa voeren de schippers met schepen vol wapens, textiel, ijzer, brandewijn, sieraden, noem het maar op, naar de Afrikaanse westkust. Daar meerden zij aan bij zogenaamde slavenforten en zij ruilden hun goederen om tegen slaven. Die slaven werden vervolgens over de Atlantische Oceaan getransporteerd richting Noord, Midden- en Zuid-Amerika. En dat transport dat was bepaald geen pretje. Die slaven werden niet behandeld als mensen, die werden behandeld als beesten. Het was veetransport. Hier zie je een doorsnede van een schip. En dan zie je dus dat de slaven echt op elkaar gestapeld lagen en dat weken achter elkaar. Ze werden slecht gevoed, ze werden sowieso slecht behandeld. En heel veel slaven overleefden het transport dan ook niet. Normaal gesproken zou je zeggen dat ze dan blij zouden zijn als ze van zo'n schip af zouden mogen. Maar het leven dat hen wachtte in de nieuwe wereld, dat was ook geen pretje. De slaven moesten aan het werk op de plantages. Die plantages waren in handen van blanke Europeanen en zij lieten daar de zwarte slaven allerlei producten verbouwen, zoals bijvoorbeeld koffie, zoals bijvoorbeeld tabak. Allerlei producten waar heel veel vraag naar was in Europa. En dat was hard werk, dat moest je dag in dag uit doen. Je kreeg er niet voor betaald. Het enige wat je kreeg was een dak boven je hoofd en een mondjesmaat wat te eten. En wat je vooral ook kreeg, behalve het zware werk, was zware straffen als je niet deed wat er gezegd werd. En ook op die plantages stierven dan heel veel mensen. De producten die die slaven verbouwden, die werden vervolgens weer per schip naar Europa gebracht. En zo is de driehoek rond en zien we dus de driehoekshandel in zijn geheel. Vanuit Europa met die wapens en textiel en dergelijke.
naar Afrika, met de slaven over de Atlantische Oceaan, naar Amerika en met de producten die die slaven weer verbouwden, weer terug naar Europa.